Zo heel goed is het toch eigenlijk al niet meer te zien. Hij heeft het namelijk al eens een keer overgeschilderd. Want 2 jaar geleden begon de ellende voor de heer Van Ooyen, toen hij de witte letters op zijn dak verfde. Na veel protest van de gemeente en juridisch getouwtrek heeft hij de aanstootgevende witte letters dan maar rood geverfd. Maar toch ook daar is de gemeente niet blij mee. Het is nog niet goed. De uitspraak van de Raad van State die gaf aan dat de witte letters van het dak verwijderd moesten worden en het dak teruggebracht moet worden in de oude staat, oorspronkelijke staat. Nou, wij hebben waargenomen dat de verandering van kleur niet aan die voorwaarden voldoet. En dus geldt dat we opnieuw de heer Van Ooyen aanspreken en dat doen via een procedure. Dus Jezus redt het niet? Jezus redt het niet in dit geval. Ben zo blij, Jezus redde mij. Ben zo blij, Jezus redde mij. Sorry, mag ik even? Ja. Jezus heeft u niet meer gered. Hoezo niet? De tekst moet van het dak af. En dat is niet belangrijk, joh. Het gaat erom dat hij me voor eeuwig gered hebt. En dat heeft hij gedaan. En dat kan geen gemeente wegnemen, dat kan niemand wegnemen. Dus u blijft gewoon vrolijk doorgaan met liedjes zingen? Absoluut. Absoluut, we hebben het beste nieuws wat er is ter wereld. Dus waarom zouden we daarmee stoppen? Maar de tekst achter u moet wel weg. Achter komt een andere, joh. Maak je me geen zorgen. Maar waar komt dat dan? Dat wordt mooier. Dat is nog een geheimpje. Hoe het er precies uit komt te zien blijft nog onduidelijk. De boete gaat hij in ieder geval betalen aan de gemeente. Waarschijnlijk zal dan ook volgende week de tekst niet meer op de boerderij staan. Maar voorlopig blijven Van Ooyen en zijn vrienden vrolijk doorgaan. Jezus, redde mij.